Over een paar weken begint het Formule 1 seizoen weer. En ook al ben ik zelf geen diehard fan, vraag ik me elk jaar één ding af. Waar zijn de vrouwen? Want hoewel het een gemengde sport is, zijn er alleen maar mannelijke coureurs. En daarom ben ik benieuwd hoe het mij afgaat. En om hierbij te helpen, heb ik afgesproken met een heel speciaal iemand. Wat een lawaai! Je hoort gewoon de skiet, skiet! En dit is niet zomaar iemand. Deze persoon is de enige Nederlander die ooit meedeed aan de W-series. Een nieuwe klasse voor vrouwen only. Hier bereikte ze de top door tweede te worden in het klassement. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, lekker bezig. Hoe voelt het om weer te karten? Goed, een tijdje geleden. Dus altijd goed om zo het seizoen voor te bereiden. Want hier begin je eigenlijk toch, om als je wil rijden? Ja, als je de top wil bereiken, dan begin je in het karten. Daar kan je alle basisdingen leren. Hoe was het voor jou om zo te beginnen als meisje in een mannengedreven sport? Voor mij ging het vrij natuurlijk. Mijn ouders hadden een autobedrijf, dus ik ben tussen de auto's opgegroeid. En van kleins af aan was ik aan het zeuren dat ik wou karten. Dus voor mij is dat vrij natuurlijk gebeurd. Maar merkte je misschien niet van, de andere meisjes in de klas doen dit niet? Ik merk wel dat ik altijd een van de weinige meisjes was of de enigste. Maar ik denk op het moment dat ik internationaal ging, dus dan ben je een jaar of 12. Dan kom je weer allemaal nieuwe rijders tegen. En dan merkte je wel dat ze dat niet altijd leuk vonden als ik vooraan zat. En dan reden ze me van de baan af. Maar ik was wel altijd redelijk gefocust op... Omdat ik wou winnen, dus als zij mij eraf reden, reed ik hun de volgende race er harder af. En zolang ik snel genoeg was, kreeg ik het respect wel. Ik scheid bijna mijn broek, want het is de eerste keer dat ik aan het go-karten ben. Autorijden gaat ook niet zo amazing, dus ik ben een beetje benieuwd hoe dit gaat worden. Maar gelukkig gaat Bijtske me helpen. Rechts, dus de groene is gas en de rode is remmen. Dan heb je een bocht naar rechts. Begin je links met remmen, dan ga je naar binnen en dan als je op je gas gaat, dan ga je weer naar buiten. En dat is normaal gesproken de snelste lijn. Oké, ik ben nerveus. Here we go! Woe! Ah! Woe! Ja! Scherpe bochten! Ik voel meteen dat ik mijn abs echt moet gebruiken. Ik vind het eng als ik bijna op die muur ga. Ik weet niet of dit het beste beroep voor haar is. Ah! Oh, yes! Beetje adrenaline kick. Woo! Dus nu rij je in de W-series. Je bent 2019 tweede geworden. Mm-hmm. Wat houdt je eigenlijk tegen om in de Formula 1 te racen? Er zijn heel veel factoren die meewegen of je dat haalt. En een van de belangrijkste is geld. Het kost heel veel om daar te komen en sponsors krijgen en ook het vertrouwen van iedereen dat een vrouw dat ook kan, dat is niet altijd even makkelijk. Mannen hebben zich al bewezen en vrouwen, dan heb je toch vaak dat ze denken van, weten we niet of die dat wel gaat halen. Dus dan is de drempel vaak wat hoger om daarmee te beginnen. Ging al wel aardig. Ik denk... dat als je rechtuit rijdt, dan mag je het rechterpedaal wel gewoon inhouden. Nog weer? En okay. Dan, als je op de bocht afkomt, dan in één keer remmen, zeg maar. Eigenlijk wil je dat ik gewoon sneller ga. Ja. Let's go! Ronde 2. Nu snap ik de koers. We gaan het ietsje beter proberen. Ja, in vergelijking met het eerste rondje gaat het wel een stuk harder inmiddels. Wow, drift af! Dat deed ik net. Je ziet dat elk rondje dat ze rijdt, krijgt ze iets meer vertrouwen. Je moet gewoon veel rondjes rijden. Ik heb soms het gevoel dat ik in Mario Kart zit. Wow, big drifter! Ja, dat was te snel. Yeah.
Maar het is nog nooit gebeurd, toch? Vrouwen hebben wel eens in de Formula 1 gereden. Ja, er zijn in het verleden wel een paar geweest. Maar de laatste was alweer zo lang geleden, toen was ik nog niet eens geboren. Dus als er heel veel jongens zijn die beginnen met karten. En er zijn bijvoorbeeld 100 jongens die het proberen en er is één die de top haalt. Als er per 100 jongens misschien één meisje is die het probeert, dan is de kans natuurlijk heel klein. Of het duurt heel lang voordat een meisje de top haalt. Dus ik vind het nu al wel heel leuk om te zien als ik op de kartbaan loop dat er veel meer jonge meisjes aan het karten zijn. Dus ja, hopelijk voor de toekomst is die pool wat groter en zijn er wat meer vrouwen aan de top. Ja. Oh, yes! Nou, Bijtske, ik ben klaar met je te racen. Ik voel me een beetje misselijk, moet ik zeggen, van al die bochten en snelheid. Dus ja, misschien win ik niet tegen Bijtske. Maar dat wil niet zeggen dat er andere vrouwen dit niet kunnen doen, hè? En wat hebben we vandaag geleerd? We hebben geleerd dat hoe meer vrouwen dit doen, hoe groter de kans is dat vrouwen uiteindelijk in de Formule 1 terechtkomen. Dus, ben jij nou een chick die hier interesse in heeft? Ik zeg gewoon... lekker doen.